allemaal en welkom terug op het kanaal van Your Day. En vandaag ben ik samen met Nina. Hoi. En wij gaan vandaag de Thank You Next Challenge doen. Wat inhoudt dat wij vandaag stellingen krijgen over het influencerleven. Zijn wij het ermee eens? Doen we Thank You. En zijn we het er niet mee eens? Dan doen we Next. Oké, we gaan beginnen met de eerste stelling. En als het goed is, vaagt hij nu ergens over ons hoofd in beeld. Ik denk dat ik het eens ben met deze stelling. Maar jij niet? Nee. En hoezo? Omdat het hard werken is. Kijk, je doet er wel veel moeite voor, maar het is niet echt werken. Want ik vind het wel heel erg leuk om te doen. En ik doe het wel een plezier. Ja, maar je ziet werken niet echt als het opzicht van... Kijk, voor school werk je ook hard, maar dat is ook niet werk, zeg maar. Nee, dat is waar. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen, maar je stopt er wel veel moeite in. Dat je dan een vraag krijgt met hoe lang ben je met één video bezig? En dat je dan zegt, nou ja, wel... Gewoon een paar uur. Mm-hmm. Wow. Ja, ik denk meer in dat opzicht dat het dan best wel veel meer is dan dat mensen denken. Ja, het is wel meer dan je denkt, maar... Ja. Maar niet in het opzicht van werken. Dus het is een beetje zo. Je ziet het niet als werken, maar het kost wel veel moeite. Ja, precies. Nee. Wat? Ik vind die wel meer. Ja? Nou, kijk één keer naar Amerika of zo. Naar alle Ja, maar als ik meer naar Nederland kijk... Ja, Nederland niet. Nederland is wel gewoon real. Ja, maar inderdaad in Amerika heb je wel echt dat je denkt van jongens, dit kan niet echt zijn. Nee, of dat die achtergrond helemaal bewerkt is. Ja. Ik vind ook meestal... Bewerkt. Ik weet niet wat nu de achtergrond is, maar het maar zal leuk ik vind zijn. Het ook meestal wel dat mensen zich wel beter voor hun lopen. Ja, dat zeker niemand wel. Laat eigenlijk de slechte kant zien of als het iets ja. is of zo. Dus ja, ik dat ben is wel het waar. Hier wel mee eens, denk ik. Dit vind ik nou helemaal niet eens. Nee. Gewoon nul. Ik heb er ook gewoon niks over te zeggen. Echt next. Ja. Ja, vind je dat niet lastig? Nou ja. Nou, het is niet lastig. Kijk. Want zeg maar, kijk. Ik weet, vertel, hè. Je weet wel, zeg maar, sommige mensen gebruiken je ook gewoon echt. Dat heb ik wel meegemaakt. Dat ze echt, als je met gaat afspreken, dat ze gewoon een story willen maken of zo. En dat ze, tag je mij dan wel. En dan denk ik echt van, nee. Ja, maar ik vind het ook wel weer, zeg maar... Als je er eenmaal achter bent gekomen dat iemand wel echt gewoon goed met je is... Ja, dan is het ook goed. Dan is het wel echt dat je denkt van, top. Ja, precies. Maar dan weet je ook wel dat je op kan vertrouwen. Maar misschien moet je iets meer moeite doen om te kijken of het een echte vriend is. Of dat ze alleen maar even een shout-out willen op je Instagram. Ja, dus ik ben het er wel mee eens dat het wel lastiger is dan normaal. Ja, het is lastiger. Oké. Wat het grootste voordeel van influencer is dingen gratis krijgen. Nou, dat doen we eens. Ja, maar heb jij dat als grootste voordeel? Dat als jij een influencer denkt, dat, wat is het leukste? Ja, je krijgt gratis dingen. Nee, oké, dat is niet waar. Nee, maar ik vind ook... Nee, maar kijk, er zijn heel veel dingen wat ik leuk vind. Ja. Maar één van de dingen is sowieso wel één van de dingen. Maar het is niet dat als ik iets binnenkrijg en dat ik denk... Nou, vind niet leuk. Tuurlijk, ik vind het altijd leuk, maar ik heb niet zoiets van... Nou, dit is echt het leukste. Hiervoor zou ik influencer willen worden. Nee, dat heb ik ook niet. Maar ik vind het wel één van de voordelen. Dat doen we zo. Ik ben het er niet mee eens. Nee. Nee. Ik vind het wel leuk als mensen met foto willen. Dus. Ja, dat kan je niet lastig gevallen worden, noemen. Maar ik ben wel ook heel erg hoor. Dat echt mensen, echt meiden van 15 of zo, die zeggen ja, wat doe je, arrogant en zo. Ja. Dat vind ik dan wel weer lastig van, maar dat komt ook niet dat ik denk constant of zo. Nee. En het ligt er ook zeker aan waar je bent. Ja, dat. Kijk, als je in Amsterdam loopt, dan is het aan de ene kant word je wel weer meer herkend, maar ook weer niet, omdat je in zo'n grote stad bent dat niemand eigenlijk... Maar als één iemand je dan door heeft, dan komt het ineens. Ja. Maar ik vind het... Maar ik vind het wel leuk. Oké, influencers zijn niet echt veel lelijker. Thank you. Ja, wij natuurlijk niet, maar... Jeetje. Nee, ik denk wel gewoon puur, misschien ook qua innerlijk, dat mensen... op YouTube heel aardig overkomen, maar dat ze in het echt misschien best wel arrogant kunnen zijn. In ieder geval in dat opzicht. Ja, maar ook gewoon best wel mensen, zeg maar, bewerken de foto's ook echt heel veel met Facetune. En dat echt zo'n gladde huid hebben, alles. En dan zie je het echt en denk je, nee. Ben jij dat? Ja, precies. Sommige mensen ken ik ook gewoon mij niet. Dat is echt erg. Maar ik ben het hier wel mee eens. Wel de meeste op zich. Sowieso anders. Ja, en anders. Ook beeld kan je altijd maar wel... Maar iedereen wil natuurlijk het beste op een foto zetten. Ja, dat is tuurlijk. Anders. Dus thank you. Thank you. Thank you. Ja, ik denk het toch wel, onbewust. Ja, ik heb ook heel veel DM's vaak, omdat zeg maar... Ja, iedereen ziet er wel. Ik heb ook wel eens een dag dat ik er echt niet uitzien. Dan ga ik ook niks posten. Dat Tuurlijk is eigenlijk niet. Ook heel... Nou ja, wel in mijn story, maar niet op mijn Insta zelf. Maar ik plaats sowieso niks voor mijn story. Maar dan krijg ik ook wel DM's van... Ja, hoe kun je er altijd zo mooi uitzien? Dan denk ik zo van...
Of jij bent echt perfect. En dan denk je... Nee. Ik lig op de bank nu met een onderkin, met een hoodie aan. Nee. Ja, en dus dat vind ik... Dus ik denk wel dat dit wel gewoon waar is. Want heel veel meisjes zelf denken soms ook wel van... Ja, het kan beter. Dus dat is eigenlijk ook best wel slecht dat je dat zelf denkt. Heb je dat niet dat je foto... Nou, het had eigenlijk net niet zo goed. Hè? Ja, maar ook misschien niet eens onzeker over hun uiterlijk. Maar dat ze naar hun eigen Instagram bijvoorbeeld... Ik vind bijvoorbeeld Noor, Queen of Jetlex, haar Instagram zo... Vet mooi. En dat ik... dan zelf wel denk van, hoezo heb ik dit niet? En dat je het toch gaat proberen en dan denk je, nou, ik kan het niet. Ja. Ik denk ook dat je wel een soort van... En dat is niet echt onzeker, want jij zegt, maar toch zit er iets aan de kant dat je denkt van... Ja, je wilt het wel. Dus ja. En ik denk dat, ik geloof wel dat heel veel meisjes onzeker worden. Ja, dus ik ben ook. Hier dikke thank you. Dankjewel Nina om wat meer te weten te komen over het influencerleven. En ik denk dat het allemaal een stukje duidelijker is geworden. Ja, ik denk het ook. En wil jij kans maken op een Nick & Nick outfit? Dan moet je hier in de reacties achterlaten hoe vaak ik next heb gezegd. En wie weet win jij een leuke Nick & Nick outfit. Hieronder in beeld staat ook nog eventjes de prijswinnaar van de vorige keer. Hier, nu. En vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te doen. Abonneer op het kanaal hieronder deze video en op het belletje te klikken om geen één video te missen. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Doei.